50 meter, 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart. Rosalie Jansen gaat direct naar de kop met Hickory Forest. Maar Jimmy Snijder komt met Ibsen Boko naar voren. En die gaat op zijn beurt de leiding overnemen. Ibsen Boko de leider. Op de tweede plaats Hickory Forest. In derde positie Henry Buitenzorg. Heli Vrede Best op de vierde plaats. Daarachter volgt Gently Boko. En zo gaan we dan de bocht door. Achter Gently Boko, of liever gezegd naast Gently Boko, hebben we dan Barato. Die wordt gevolgd door niemand minder dan Eastern AV. En de deelnemers zijn op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En dan is het nog altijd Ibsen Boko die leidt. Ibsen Boko is de leider met een lengtevoorsprong. Daarachter op de tweede plaats Henry Buitenzorg. Derde aan de binnenzijde Hickory Forest. Gevolgd door Heli Vrede Best. Met verder weg in het veld Gently Boko met Barato. Daarachter is het Handsome Guy. En laatst onveranderd Eastern AV. De paarden zijn halverwege de rechte lijn voor de tribune. Gaan zo dadelijk de laatste ronde in. Met Henry Buitenzorg, de zoon van Abano As, die een lengtevoorsprong heeft genomen op Ibsen Boko. Daarachter Heli Vrede Best aan de buitenkant van Hickory Forest. Verder weg in het veld dan Barato. Die wordt gevolgd door Gently Boko. Dan is het Handsome Guy. En als laatste Eastern AV. In de Klingendaalbocht op weg naar de overzijde van de baan heeft Henry Buitenzorg nu een lengte of anderhalf voorsprong. Op Ibsen Boko die tweede ligt Heli Vrede Best op het vinkentouw. Ligt derde in de tweede spoor. Met daarachter dan Barato aan de buitenzijde van Hickory Forest. Verder weg dan de nummer 2 Handsome Guy. Wordt gevolgd door Gently Boko. En aan de start nog altijd Eastern AV. En zo zijn we dan weer terug bij het punt waar we gestart zijn. We hebben een ronde afgelegd van 1200 meter en leidt Henry Buitenzorg nog altijd. Henry Buitenzorg een lengtevoorsprong op Heli Vrede Best. Ibsen Boko ligt aan de voordelige koord. En daarachter aan de buitenzijde dan Barato met Hickory Forest en Handsome Guy. Dan is het Eastern AV die passeert één paard en dat is Gently Boko. We zijn in de laatste bocht. Zo dadelijk halverwege de laatste bocht. Met nog altijd Henry Buitenzorg aangepakt nu door niemand minder dan Heli Vrede Best. Heli Vrede Best drukt op aan de buitenzijde. Dan volgt Ibsen Boko in derde positie aan de buitenzijde. Barato mogelijk ook klaar om toe te slaan. En zo zijn we in de laatste rechte lijn. 350 meter te gaan met Henry Buitenzorg. Heli Vrede Best, Ibsen Boko. Aan de buitenzijde Barato. We gaan dan langs de intersectie van de banen met nog altijd Henry Buitenzorg. En ja, ze proberen aan te vallen. Het gaat op dit moment nog niet lukken. Maar Henry Buitenzorg bidt nu ook voor de finish. Heeft nog een lengte voorsprong. Maar de concurrentie komt eraan. Middels Handsome Guy. En die komt hand over hoef naar voren. Het is Henry Buitenzorg aan de binnenzijde voor Handsome Guy. Handsome Guy op de lijn voor Henry Buitenzorg. En op de derde plaats Barato.